Ik ben Moussa Kalisse, ik ben 28 jaar. Ik speel links of rechts buiten of in de spits. En ik heb 2,5 jaar bij Excelsior getekend. Ik ben Rens Leuanga, ik ben 19 jaar en ik ben aanvaller. En ik ben een half jaar gehuurd van Willem II. Ik ben Bart Schenkenveld, ik ben 20 jaar, ik ben centrale verdediger en ik speel nu voor een half jaar bij Excelsior, ik ben verhuurd. Ik speelde in Roemenië bij Vitje Metarco Mores, spelen in de Eredivisie van Roemenië, Liga 1 is dat. En ik heb daar 4 maanden gevoetbald en daarna heb ik mijn contract ingeleverd omdat de financiële aspecten die waren niet goed geregeld. Dus toen heb ik besloten om gewoon mijn contract in te leveren en ben ik weer teruggekomen naar Nederland. En heb ik met Excelsior 2 maanden getraind en vervolgens heb ik ook gelijk hier getekend. Ik speelde bij Feyenoord en Feyenoord heeft natuurlijk een goede band met Excelsior. En zodoende ben ik hier terecht gekomen en ik ben anderhalf jaar geblesseerd geweest. En ik wilde speelminuten maken en zo snel mogelijk, want ik ben nog jong. En toen dacht ik dat dit gewoon een goede stap was. Eerste half jaar van dit seizoen moest ik beginnen als tweede spits. Willem II had het Donnie de Groot gehaald. Moest ik achter hem beginnen. Maar ik wou het liefst spelen. En de laatste paar weken van de eerste helft van het seizoen moest ik gewoon bij de tweede aansluiten. Ook wegens enkele problemen. En nu ben ik, de laatste half jaar zit ik hier bij Excelsior. Het is een hele goede en warme club. En ik heb het hartstikke naar mijn zin bij Excelsior. Dus ja. Hier is de goede sfeer. Het is gezellig. En ik voel me eigenlijk gelijk op mijn gemak. Dus dat was mooi. Ja, Excelsior, daar ben ik echt begonnen, zeg maar. Ben ik in de kijker, heb ik mezelf in de kijker gespeeld. Door het middel van de B1, zeg maar. Het jaar in de B1. En toen kwam ik ook in Oranje terecht. Oranje onder 17. En ik kon ook naar andere clubs. Maar ik koos toch voor Willem II. Dus zodoende. Ja, gewoon dit half jaar groeien als speler en zoveel mogelijk spelen. Persoonlijk ga ik voor ik wil mijn doelpunten meepikken. En gewoon laten zien wat ik nog kan. En in de kijker spelen voor een nieuw contract, want mijn contract loopt af. Ik wil ook zoveel mogelijk goals maken, assists afleveren. Dat we gewoon als team kunnen winnen en wedstrijden winnen. Iedereen moet top zijn, wil je wedstrijden winnen. En bij Feyenoord kon dat soms. Maakte dat soms niet echt uit. Dan kon je wel eens een paar procent minder spelen. Maar dat is hier niet aan de orde. Ja, natuurlijk heeft het eventjes niet meegezeten. De eerste 6 maanden, maar we gaan ervan uit dat de tweede 6 maanden weer gewoon alles mee gaat zitten. Dan blijven we in de Eredivisie.